Heb je die beelden uit Myanmar ook gezien? Er reden tanks door de straten en op 1, 2, 3 zaten ze daar opnieuw in een dictatuur. Maar hoe zit dat eigenlijk dichter bij ons? In Hongarije heeft Viktor Orbán gradueel, stapje per stapje, een autoritair regime geïnstalleerd. En het gebeurt niet alleen daar. De afgelopen jaren wordt de democratie in heel wat landen uitgehold. Kunnen we ook hier in een dictatuur terechtkomen? Vanuit het Vlaams parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ga beginnen met een paar vragen aan jullie, aan het publiek. Maar je moet geen schrik hebben, het zijn eenvoudige vragen. Je moet niet eens luidop spreken. Je moet enkel je hand omhoog steken bij ja. Wie van jullie heeft in 2019, tijdens de laatste verkiezingen, voor PvdA gestemd? Ik zie één handje. En wie van jullie, twee, excuseer. En wie van jullie heeft voor Vlaams Belang gestemd? Ik zie geen handen en een beetje ongemakkelijk gelach, hoor ik ook. En ik vraag mij af of het gebrek aan handen misschien iets te maken kan hebben met het risico dat wij hier in een dictatuur zouden kunnen terechtkomen. Wanneer we het woord dictatuur horen, dan denken we aan zaken zoals die gebeuren in Myanmar. We denken misschien aan tanks die door de straten rollen. We denken aan geweld. We denken aan een plots moment waardoor een staatsgreep de democratie omver wordt gegooid en onmiddellijk wordt vervangen door een dictatuur. Maar vandaag komt het grote gevaar niet vanuit die hoek van Myanmar, maar vanuit een andere hoek, vanuit landen zoals Hongarije. En de beelden daar zijn saai. Er zijn geen tanks in de straten, er zijn geen AK-47's, er is geen geweld. In plaats daarvan heb je één politieke partij, in dit geval Fidesz, die democratisch verkozen is, meerderheid van de zetels heeft en via wetgeving stapje per stapje gradueel de democratie gaat ondermijnen. En ieder stapje in dat plan is perfect legaal, is perfect grondwettig. Bijvoorbeeld heeft Fidesz de pensioenleeftijd van rechters verlaagd van 70 jaar naar 65 jaar. En 65 jaar is de algemene pensioenleeftijd. Maar dat had als leuk neveneffect voor hen wel dat ze een heleboel rechters op pensioen konden sturen en die dan vervangen door regeringsvriendelijke rechters. Een ander voorbeeld is een wet waarbij Fidesz beperkingen oplegde aan universiteiten die in het buitenland gevestigd zijn, maar wel in Hongarije opleidingen willen voorzien. En die wet was eigenlijk maar van toepassing op één enkele universiteit. Dat is de Centraal Europese Universiteit, die formeel gezien in New York gevestigd is, maar wel al haar opleidingen aanbiedt in Hongarije. En laat dat nu net toevallig de universiteit zijn die geassocieerd wordt met George Soros, de aartsvijand van Viktor Orbán. En als gevolg van die wet zag die universiteit zich verplicht om te verhuizen, grotendeels, van Budapest naar Wenen. Nu, die wetten, die voorbeelden die ik net heb gegeven en vele andere voorbeelden, die zijn dus perfect grondwettig. Je zou het zelfs legitiem kunnen beschouwen. Want wat is er nu mis met het verlagen van de pensioenleeftijd van rechters, vooral als die naar de algemene pensioenleeftijd gaat? En wat is er nu mis met het beperken van de invloed die iemand ontvangt vanuit het buitenland? Wij doen dat tenslotte ook bij moskeeën bijvoorbeeld in ons land. We sluiten zelfs moskeeën wanneer we vinden dat die te veel invloed vanuit het buitenland ontvangen. Maar in dat schijnbaar legitieme, in dat stapsgewijze, in dat graduele, zit ook een groot gevaar. Het gevaar is dat we enkel wanneer we al die zaken samen bekijken, die hele puzzel leggen, doorhebben dat heel die tijd de democratie gradueel werd ondermijnd. Maar tegen dat we het doorhebben, is het vaak al te laat. Het is een beetje zoals een kikker die in een pot koud water wordt gelegd, op het vuur wordt gezet en niet doorheeft dat die langzaamaan wordt gekookt. De vraag die mij bezighoudt, is of dat ook hier bij ons kan gebeuren. Of wij ook langzaam kunnen afglijden naar een autoritair regime zonder het zelf goed te beseffen. Bijvoorbeeld onder invloed van een radicale partij zoals PvdA of het Vlaams Belang. Maar evengoed onder invloed van een centrumpartij die afglijdt naar autoritair populisme. Uiteindelijk is Fidesz in Hongarije een centrumpartij. Dat is een christendemocratische partij. Zou het kunnen dat CD&V bij ons een bedreiging is voor de democratie? Onze intuïtie is misschien te denken van niet. Ik zie enkele gefronste blikken, ik zie iemand opzij kijken, iets fluisteren. Misschien dat soort zaken gebeurt wel in de rand van Europa, maar dat kan toch niet hier gebeuren, zeker in het hart van Europa. Maar ik ben daar nog niet helemaal zeker van. Ik vind het tenminste mijn taak als jurist en als professor om niet enkel de meer voor de hand liggende vragen te stellen, maar ook de minder voor de hand liggende vragen te bestuderen. Misschien net die vragen. Mijn vraag vandaag is, kunnen wij hier in een dictatuur terechtkomen? En om die vraag te beantwoorden, ga ik met jullie vier deelvragen overlopen. 1. Wat is die democratie eigenlijk? Want we moeten natuurlijk wel weten wat in gevaar is.
2. Waar komt het gevaar voor de democratie vandaan? 3. Kan het ook bij ons gebeuren? Eens we weten hoe het zit in andere landen en wat de gevaren zijn daar, kunnen we nagaan of het risico zich ook hier voordoet. En tenslotte, wat kan het recht doen om ons hier tegen te beschermen? Maar de eerste vraag is dus, wat is die democratie eigenlijk? En hier moeten we een onderscheid maken tussen twee opvattingen, een dunne en een dikkere opvatting. De dunne opvatting omvat de minimumvoorwaarden, zou je kunnen zeggen, om überhaupt van een democratie te kunnen spreken. Er moeten regelmatig verkiezingen zijn. De verkiezingen moeten eerlijk en vrij zijn. Burgers moeten stemrecht hebben in die verkiezing. En tenslotte moet er na de verkiezing een of ander systeem worden gehanteerd waarbij de meerderheid beslist via wetgeving. De dikkere opvatting van de democratie die omvat al die drie basiselementen die ik net heb vermeld, maar daarnaast ook nog bijkomende waarborgen, zoals de vrijheid van vereniging. We moeten politieke partijen kunnen oprichten om bijvoorbeeld oppositie te voeren. Ook de vrijheid van meningsuiting. We moeten vrij informatie kunnen verspreiden en ontvangen, onder meer om geïnformeerd te kunnen gaan stemmen. En ook de rechten van minderheden worden vaak opgenomen in die dikkere opvatting van de democratie. Bijvoorbeeld de rechten van seksuele minderheden die momenteel onder grote druk staan in landen zoals Polen en Hongarije, waar LGBTQI+-personen routinematig gediscrimineerd worden en waar het zelfs strafbaar wordt om op te komen voor de rechten van seksuele minderheden. Nu, het mag duidelijk zijn dat wij ons in België in die dikkere opvatting van de democratie bevinden, de zogenaamde liberale of constitutionele democratie. Nu weten we dus, we hebben minstens twee opvattingen van de democratie. Nu moeten we nagaan, waar zit het gevaar voor die democratie nu net? En misschien denken jullie, ja, maar wacht eens even, professor Smet, gaat je niet wat te snel, heb je niet een stapje overgeslaan? Want al wat je gedaan hebt aan het begin is ons dat ene voorbeeld gegeven van Hongarije, van Viktor Orbán. Maar dat is toch maar louter anekdotisch. Is er wel echt een gevaar voor de democratie? Is dat gevaar wel groter dan dat ene land? En als jullie dat denken, zijn jullie kritische denkers en hebben jullie ook gelijk. We moeten dat probleem in een grotere context bekijken. We moeten kijken wat dat probleem op wereldschaal is. En daarvoor gebruik ik data van het VDEM Instituut. Dat staat voor Varieties of Democracy. En dat is een instituut die allerlei gegevens over de democratie bijhoudt. Op deze kaart zien jullie landen in Bordeaux. Dat zijn landen waar momenteel de constitutionele democratie achteruit gaat. Waar bijvoorbeeld seksuele minderheden onderdrukt worden. Waar bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de rechters op het spel staat. De landen in blauw zijn de landen waar de constitutionele democratie momenteel vooruit gaat. Maar je ziet meteen, er zijn veel minder blauwe landen dan rode landen. En dat geeft aan dat de democratie op wereldschaal in de verdrukking is. Dat wordt eigenlijk nog duidelijker hier. In 2010 bevond slechts 6% van de wereldbevolking zich in een land waar de democratie achteruit ging. Maar in 2020, 10 jaar later, was dat al 1 op 3 van de personen in de wereld. Het is dus onmiskenbaar dat we ons in een fase bevinden waarin de constitutionele democratie op wereldschaal in crisis is. En die crisis wordt vaak in verband gebracht met populistische figuren, zoals Trump, zoals Orbán, zoals Modi, zoals Bolsonaro. Populistische figuren zijn niet noodzakelijk antidemocratisch. Ze zeggen zelfs van zichzelf, wij zijn net heel democratisch. Ze hebben enkel een probleem met die constitutionele democratie die ik daarnet vermeld heb. Ze vinden al die randvoorwaarden en die bijkomende waarborgen, dat vinden ze eigenlijk obstakels voor het verwezenlijken van de echte wil van het volk. Minderheden staan in de weg van de wil van de meerderheid. Onafhankelijke rechters staan in de weg van de implementatie van de wil van het volk als die rechters die wil van het volk niet volgen. En dus wat populisten willen, en vooral die autoritaire populisten zoals Orbán, is afstappen van die liberale of constitutionele democratie en een nieuwe vorm van democratie invoeren. Orbán sprak aanvankelijk over illiberale democratie, maar dat klinkt een beetje negatief en heel slecht. Hij heeft dat onlangs vervangen door de term christelijke democratie. Maar eigenlijk wat die populisten doen, is nog een stapje verder gaan. Ze maken uiteindelijk, de meeste onder hen, misbruik van de wil van het volk. Ze zeggen wel, wij gaan de wil van het volk implementeren, maar wat ze eigenlijk willen doen, is vooral hun eigen macht, eens ze die hebben, beschermen. Ze willen vooral aan de macht blijven. Dat is hun eerste doel. En daarvoor gaan ze een aantal bijkomende stappen nemen die gradueel ook de dunne opvatting van de democratie gaan ondermijnen. Ze gaan bijvoorbeeld de kieswetgeving herschrijven om het veel moeilijker te maken voor oppositieleden om zetels te winnen tijdens verkiezingen. Ze gaan nog een heleboel andere zaken doen die er uiteindelijk toe leiden dat ook die dunne opvatting van de democratie in het gedrang komt. Er zijn wel verkiezingen, maar de kans dat de autoritaire populisten, zoals
Orbán in Hongarije zijn verliezen, is bijzonder klein. Eigenlijk zijn die verkiezingen niet eerlijk. Nu, ik heb het vooral gehad over Orbán en Hongarije als type voorbeeld, laat ons zeggen, en over het rechtspopulisme. Maar exact hetzelfde gebeurt ook aan de linkerkant van het politiek spectrum. Een voorbeeld hier is Venezuela. Onder invloed van het linkspopulisme van Hugo Chávez en Nicolas Maduro is Venezuela gradueel afgegleden van een sterke democratie naar wat het is vandaag, een dictatuur. Wat ook opmerkelijk is, is dat al die populisten van elkaar leren. Orbán heeft enorm veel strategieën overgenomen van Vladimir Poetin. En hij geeft die strategieën op zijn beurt door aan andere populisten. Er bestaat eigenlijk zoiets als een populistische blauwdruk om de democratie te ondermijnen. En die blauwdruk wordt gretig gedeeld onder populisten. En kan die populistische blauwdruk ook bij ons succesvol zijn? Kunnen wij ook afglijden naar een autoritair regime? Bij ons zijn er natuurlijk ook populistische partijen die zeggen de traditionele partijen negeren de wil van het volk. Geef ons een kans, stem op ons en wij gaan dat veel beter doen. Wij gaan doen wat jullie echt willen. Hypothetisch is voor mij de grootste bedreiging hier nog altijd het Vlaams Belang. Al was het maar omdat die partij in 2019 de tweede grootste partij van Vlaanderen is geworden en inmiddels in recente opiniepeilingen de allergrootste, misschien zelfs van het hele land. Dat alleen is reden genoeg om als gedachtenexperiment na te gaan. Is onze constitutionele democratie wel bestand tegen de druk van die radicaal-rechtse populistische partij? Maar je zou evengoed die vraag kunnen stellen dus over een centrumpartij die afglijdt naar autoritair populisme of een linkse partij die steeds verder opschuift naar linkspopulisme. Als jurist wil ik vooral weten wat het recht kan doen om ons tegen dit scenario te beschermen. En dan vooral het grondwettelijk recht. Ik vind de grondwet het belangrijkste document omdat dat de fundamentele spelregels van onze samenleving bevat. En die grondwet is ook moeilijk te wijzigen. Dat is opzettelijk. We willen dat die spelregels stabiel zijn en niet van dag op dag zomaar kunnen worden aangepast. En we weten dat eigenlijk van de verschillende staatshervormingen in ons land. Dat is een langdurig proces dat loopt over verschillende legislaturen. Het vereist dat parlement en regering het eens zijn met elkaar. En het vereist vooral een 2/3 meerderheid in Kamer en Senaat om effectief de grondwet aan te passen. Dus het moeilijke wijzigen van die grondwet zorgt eigenlijk voor een vorm van stabiliteit en ook stabiliteit voor onze democratie. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die grondwet fungeert als een soort schild en als een soort spons. Een schild om blokkeringsmechanismen op te werpen tegen de dictatuur en een spons die een aantal schokken tegen onze constitutionele democratie kan absorberen. Als schild werpt die grondwet dus een aantal blokkeringsmechanismen op die ons vooral willen beschermen tegen dat Hongaars scenario van één politieke partij die alle macht krijgt en dan via wetgeving de democratie kan gaan ondergraven. En onze grondwet doet dat op verschillende manieren. Op federaal niveau zit dat eigenlijk een beetje ingebakken in het systeem zelf. De grondwet zegt daar dat de federale regering bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers. En dus is het bijna uitgesloten dat één politieke partij, dat moet al een unitaire partij zijn, en zo hebben we er eigenlijk nog maar één, maar het is bijna uitgesloten dat één politieke partij alleen de federale regering kan vormen. Dat systeem wordt nog versterkt en ook doorgetrokken op Vlaams niveau door het proportioneel kiesstelsel dat bij ons geldt. Onder dat kiesstelsel is het niet zo dat een partij die in een bepaalde regio de meerderheid van de stemmen krijgt, daarom alle zetels krijgt. In plaats daarvan worden die zetels verdeeld evenredig over alle partijen die boven de kiesdrempel zijn uitgekomen. Dat zorgt voor versplintering, maar het maakt automatisch ook weer coalitievorming nodig. En eigenlijk is dus dat Hongaars scenario van één partij die de macht heeft bij ons zo goed als onmogelijk. Maar wat wel mogelijk is, en het is zelfs realistisch, is dat een populistische partij zou worden opgenomen in een coalitieregering samen met andere partijen. En welke schade kan zo'n populistische coalitie bij ons dan aanrichten? Hier wordt het heel belangrijk om naar de voorbeelden uit het buitenland te kijken. Uit die voorbeelden weten we namelijk dat autoritaire populisten het in de eerste plaats gemunt hebben op het grondwettelijk hof. Omdat dat hof wetten kan vernietigen wanneer die ongrondwettig zijn. En dus moet voor die populisten zo snel mogelijk dat grondwettelijk hof aan de kant worden gezet, buitenspel worden gezet, zodat de regering en het parlement vrije baan heeft. Bijvoorbeeld een wet kan aannemen die het strafbaar maakt om de regering te bekritiseren. In normale omstandigheden zou een grondwettelijk hof dat zo goed als zeker vernietigen. Dat is duidelijk in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren als dat grondwettelijk hof al in de binnenzak zit van de regering.
En wat we dus zien in andere landen, is dat autoritaire populisten de samenstelling van dat grondwettelijk hof gaan beïnvloeden en daar zoveel mogelijk regeringsvriendelijke rechters gaan proberen in te krijgen. Dat is wat gebeurd is in Hongarije. Kan dat ook bij ons gebeuren? Eigenlijk heel moeilijk. Dat heeft te maken met een heel aantal factoren, maar vooral misschien de bijzondere samenstelling van ons grondwettelijk hof. Daar zitten 12 rechters in. De helft van die rechters is Nederlandstalig, de helft Franstalig. Je hoort een beetje herhaling hier. De helft van die rechters is ook nog eens jurist en de andere helft is voormalig parlementslid. Dat kunnen juristen zijn, maar dat hoeft niet. En ook ideologisch zijn die rechters verschillend samengesteld. Eigenlijk zijn alle politieke families die groot genoeg zijn en die niet uitgesloten zijn door het cordon sanitair, zijn die gelijk vertegenwoordigd in dat grondwettelijk hof. Het is dus een hele complexe, delicate balans die heerst in dat hof en dat zorgt voor wat oneenigheid. Maar het zorgt er ook voor dat één politieke familie dat grondwettelijk hof niet zomaar kan veroveren en domineren. En dus is ook op dat punt eigenlijk het Hongaars scenario bij ons uitgesloten. Ons grondwettelijk hof zal altijd intact blijven, zal onafhankelijk blijven opereren en zal dus die waakhondfunctie ter bescherming van onze rechtsstaat kunnen blijven vervullen. Het is veel moeilijker in ons land dan bijvoorbeeld in Hongarije om het op dat punt via wetgeving de democratie te gaan ondermijnen. Want zelfs als een populistische coalitieregering dat hypothetisch zou willen, zou het grondwettelijk hof veel van die wetten vernietigen. Kunnen wij dan in een dictatuur terechtkomen? Wel, we hebben gezien in landen zoals Hongarije en Venezuela gebeurt dat wel onder invloed van een autoritair populist die gradueel opschuift van een democratie naar een dictatuur. Ik heb gezegd en geargumenteerd dat ons grondwettelijk recht ons in principe tegen dat scenario beschermt. Maar het recht alleen is eigenlijk niet genoeg. En we weten dat uit een ander voorbeeld, dat van Polen. In Polen werden heel gelijkaardige maatregelen genomen, alleen waren die maatregelen manifest ongrondwettig. Er vonden illegale benoemingen plaats van rechters van het grondwettelijk hof. Iedereen wist dat het illegaal was, maar toch kon het recht er in de praktijk niets aan doen. Het is minstens even belangrijk dat wij als bevolking, dat de pers, dat het middenveld, de democratie actief blijft koesteren en verdedigen. Of misschien beter gezegd, dat opnieuw begint te doen. En zolang we dat doen en daarbij gesterkt worden door een constitutioneel kader, is het risico klein dat we in een dictatuur zullen terechtkomen.